Het ministerie van Volksgezondheid heeft inmiddels protocollen klaar liggen voor ambtenaren. Dit zegt Martelise Eersel, crisismanager van het Outbreak Management Team. Zolang er geen vaccin beschikbaar is, kunnen we volgens haar niet terug naar het oude normaal. Eersel zegt dat Surinamers zich moeten gaan aanpassen aan een COVID-veilige nieuwe manier van leven. In de afgelopen periode heeft het ministerie voor diverse sectoren protocollen ontwikkeld. We gaan ons leven moeten aanpassen aan een nieuw normaal. Dus het is geen kwestie van normalisatie, terug naar het oude leven. Nee, een nieuw aangepast leven. Aangepast transport, bussen, boten, taxi. Aangepaste werkomstandigheden. Vele bedrijven en kantoren hebben dat al gedaan. Aangepaste recreatie. Aangepaste restaurants. Alles aanpassen aan een COVID-veilige omgeving. Dat hebben wij niet uitgevonden. De hele wereld doet het al. En afhankelijk van de cijfers, stel voor we kregen weer een stijging, worden de maatregelen weer aangescherpt. Dat doen alle landen ook. Dus COVID is een nieuwe ziekte. De hele mensheid moet eraan wennen. Maar het is wat een feit is, zolang er geen vaccin is, gaan we niet kunnen samen scholen ongecontroleerd. Weer met zonder masker bij elkaar en elkaar omhelzen is out of the question. Eersel haalt aan dat ambtenaren getraind zullen worden in het COVID-19 veilig werken. De protocollen die gemaakt zijn voor ambtenaren geven aan hoe er op een veilige manier gewerkt kan worden in overheidsgebouwen. We hebben helemaal uitgelegd hoeveel mensen in een ruimte geventileerd houden, masker ten alle tijden dragen enzovoort. Wat te doen als je een positief geval hebt of iemand is een beetje ziek. Al die dingen zijn heel goed uitgelegd. Dus wanneer de regering besluit dat wij overgaan tot enige versoepeling van de maatregelen, dan moeten de protocollen in place zijn. We gaan niet patsboom weer terug naar het oude normale leven van voor maart 2020 kunnen gaan. Martelise Eersel, ze is crisismanager van het Outbreak Management Team. Ze sprak vandaag in het COVID-19 journaal van de overheid. Ze benadrukt dat hoewel de COVID-cijfers de afgelopen dagen dalen, het nog geen tijd is om over te gaan tot versoepelen van de maatregelen.